Beste luisteraars, een hele goede morgen moet ik zeggen. U luistert naar het programma Wist u dat van Radio Tamara. En zo u wilt het programma van Damsko Somitan. Vandaag, woensdag 28 juni, gaan wij uiteraard weer het programma Wist u dat maken. En allereerst hebben we aan de telefoon niemand minder dan onze man in Suriname, of dat moet ik natuurlijk niet zeggen, want het is gewoon een DNA-lid in Suriname. Hè? Maar bij wijze van spreken, de heer Belfort, meneer Belfort, een goeiemorgen. Ja, goedemorgen meneer Jan Botje van Radio Damsko Somitan. Goedemorgen luisteraars. Meneer Belfort, er gebeurt nogal wat als we het zo de berichten lezen. In de kranten en wat er allemaal besproken wordt in Suriname, ja, dan is dat allemaal niet fraai wat er volgens mij in Suriname gebeurt. Kunt u een paar voorbeelden geven? Straks 2 jaartjes al dat deze coalitie aanzit. En het volk had hoge verwachtingen. Enkele maanden daarna begon het volk te zien dat het eigenlijk teleurgesteld zal worden. Dat het eigenlijk al die beloftes niet waargemaakt zouden worden. Men ging dus het pad van eigen belang op. Het laatste belang werd terzijde geschoven. We zagen dat bij de benoemingen. Benoemingen van Friends and Family, statuten moesten worden gewijzigd om dus vrouw te accommoderen, broer geaccommodeerd, overal op parastatale bedrijven om kwaliteit te verdienen. Kinderen die nauwelijks opleiding hebben geaccommodeerd en zo ging het verder. En de koersen begonnen te stijgen, brandstofprijs begon te stijgen, uiteindelijk werd het eigenlijk Friends and Family belang in plaats van landsbelang. Uiteindelijk is het zodanig gekomen dat er diverse devaluaties zijn gekomen. Verschillende malen de brandstofprijs omhoog geschroefd. Nu is er liter brandstof dat toen men overnam, zo 2 jaartjes terug. We zitten aan de vooravond van 16 juli 2022, 2 jaartjes terug met grote fanfare. Heeft men de coalitie leven in geluid. De overname was daar. Eerder, zoals men zei. De brandstofprijs was 6 gulden zoveel. De dollar was 7 zoveel officieel. In datzelfde jaar, 2020, begon men aan de prijzen van de brandstof en de dollar te sleutelen. Omhoog te schroeven. Zodanig dat het volk begon te voelen in haar portemonnee. Vrienden werden geaccommodeerd nogmaals en uiteindelijk nu zitten we halverwege de rit. En we zien dus dat eigenlijk van beleid om het volk uit de situatie te halen niets van terecht is gekomen. Het volk is teleurgesteld, uit zich op diverse momenten wanneer ze dus geïnterviewd worden. Wanneer het volk geïnterviewd wordt, zelf sponsoren voor aanstaande via peers uiten zich mensen, ook van de ABAP uiten zich, die teleurgesteld zijn in de regering, in de koers die gevaren wordt. En nu op dit moment probeert men, of althans men heeft geprobeerd, niet zo lang terug, om dus naar buiten toe, hè, probeert men een situatie te creëren, te etaleren naar het volk toe, alsof alles kokei-ei is. Maar ik die in de ABAP zit, en van alle kanten informaties kreeg, ook van de VHP, VHP-leden kreeg ik informatie vooral van die, dat het niet botert tussen de partijen. En vaak genoeg wil het escaleren en dan kan men daar de vredespijp roken. En onlangs is dat weer gebeurd, waarbij de VP zei nee, alles is kokei binnen de coalitie. Ik dacht gisteren bij een persconferentie, de VP dat gezegd, hij probeert het op te nemen voor de president van ja, iedereen van de president, maar ik zit ook in de coalitie, waarom valt men me niet aan? En vandaag
zien wij dat van echte eenheid geen sprake is. Staan in de openbare vergadering, heeft de fractieleider van de ABAP gezegd. Er is een brief geschreven naar de voorzitter om te zeggen, eerder aangegeven dat Gerdin het, zeg maar, de coalitiefractieleider zou zijn, dus ABAP viel daar onder. Dat middels die nieuwe brief dat er niet wordt gedaan en dat de ABAP een eigen fractie zou zijn. En dat had ik vanaf het begin gezegd, maar men wil mij niet begrijpen. Men dacht, ach, men voordoet zijn eigen ding. En ik heb politieke inzicht. De totale ABAP-fractie nu is nieuw. Heeft geen politieke ervaring. Allemaal zijn nieuw daar. Ik zit al 7 jaar in het parlement. Daarvoor was ik minister 3,5 jaar. Dus zo kun je zeggen, zo 10,5 jaar politieke ervaring. De leden die nu daar zijn gekozen, ABAP, allemaal zijn nieuw. Begrijpen niet waar het om gaat. In de politiek hebt u geen vrienden. In de politiek, naar alleen van die gewone zetels of zetels toebedeeld door het volk, vormt u een coalitie. En dan is het zaak dat u voor het volk werkt, want het volk heeft die zetels gegeven. Op het moment dat u die zetel neemt en denkt, ah, naar mijn zetel, en ik kan dus aan mijn wani, en ik heb een goede vriend gevonden, naar mijn mattie, want op de, niet zo lang terug, ik dacht in de Staatse Immigratiedag, zei de voorzitter van de ABOP, Minasan Tokina Prada. Wel, nu is het zo dat van Prada geen sprake is. Ja, ja, de maar ABOP, ja, hallo. Ja, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Als twee dagen geleden of een dag geleden meneer de vicepresident, meneer Brunswijk, zegt dat hij vindt dat de mensen Santokki niet goed behandelen. Hoe kan het dan zijn dat de dag daarna in het parlement gezegd wordt dat de ABOP haar eigen fractie gaat vormen? Dat is toch tegenstrijdig? Precies. Er is zelf een brief geschreven. Er is een brief geschreven. Een brief is naar de voorzitters van het parlement gestuurd dat vanaf vandaag de ABOP een eigen fractie zal vormen, ABOP PL. Nou, maar wat betekent dat? Dat was toch al het geval? ABOP was toch een eigen fractie? Nee, ze waren ondergebracht bij de VHP en er was maar één fractieleider, toch coalitiefractieleider, meneer Gerdin. En de vervanger was een andere persoon van de VHP. Dus de ABOP had haar eigen fractie, althans fractieleiderschap, gedelegeerd naar de VHP. Want het is broederlijk toch, men vertrouwt de VHP met 20 zetels. Ik heb altijd daarvoor gewaarschuwd. Maar is er nu een fractieleider voor de ABOP dan? Wat zei je? Is er nu een fractieleider voor de ABOP? Er is altijd een fractieleider, maar hij delegeert zijn taken naar de VHP-fractieleider. Om te zeggen, hij is coalitiefractieleider. Maar nu is het dus twee aparte fracties. Je kunt zeggen drie, de NPS is daar, is altijd een aparte fractie gevormd, maar de ABOP vertrouwde de VHP blindelings. En die had dus een mandaat gegeven, een brief getekend waarbij ze erkennen dat Aziz Gerdin de coalitiefractieleider is. Ik heb daar tegen altijd geprotesteerd, maar men wil mij niet serieus nemen. Ja, maar wat betekent dit nu? Wat betekent dit? Dit is naar aanleiding van wat ik begreep van mensen in de wandelgangen in de koffiekamer, dat er een grote ruzie is ontstaan tussen de ABOP-fractieleider en nog een lid. Die moet zijn dat de fractieleider van de VHP verbaal hebben aangevallen, iets gescholden. Ik ben niet in die appgroep, maar VHP'ers hebben me gezegd, in die appgroep is er behoorlijk gescholden. En naar aanleiding daarvan, ik denk dat het gaat om Sabaku-project. Ik weet het niet om dat te zeggen. Sabaku-project, dat is dat project waar mensen percelen hebben gekregen. Ja, ja. Ook VHP'ers hebben percelen gehad. Ik heb begrepen dat er 100 VHP'ers zijn. Ja, het zal wel meer zijn met NC's en stichtingen. Ja, maar ik heb niet gehad, dus ik ben wat dat betreft. We hebben het nu even over het parlement. Ik wilde toch nog gaan praten over dat project waar u het over heeft. Maar even nog afsluitend misschien die ruzie tussen de VHP
en de ABOP, wat niet naar buiten komt, maar eigenlijk in de vorm van een brief die de fractie geschreven heeft, moeten mensen concluderen dat het geen koek en ei is tussen die twee partijen. Ja, ja, men zegt in het Surinaamse een mooi spreekwoord, hè. Je kan kuberen in je grandmama, maar kuberen in koso koso. Maar hé, het is vrij vertaald. Je schijnt opwekken alsof alles koek en ei is, maar uiteindelijk komt het toch naar buiten. Ja, uiteindelijk komt het toch naar buiten. En dat is niet gekomen, is een deal. En ik denk dat de ABOP, wat ik zie hoor, dus eigenlijk wil ik het niet zeggen, maar ze zijn, de ABOP is kortzichtig in denken, in inschatten van situaties. In de politiek moet je breed denken, hè. Wat je voor onmogelijk houdt, dat moet je eigenlijk kunnen inzien dat dat mogelijk kan worden. Is er een kwestie van naïviteit? Denk ik, en ook misschien jeugdigheid, onvolwassen politiekheid van de nieuwe leden van de ABOP. Ze denken, ze zijn er al, ze hebben geen mensen nodig die ze dingen zeggen. Die ervaren mensen die al 7 jaren daar zitten, langer in het systeem van politiek. Je komt er pas binnen en je denkt, ach, minamang. Maar politiek is anders. Politiek is geen toneel gaan opvoeren, hè. Is geen poëmanetti. Is keihard, diehard politiek. En dan moet je dus werken voor het volk, zodat het volk ziet van je werk voor mij. Maar je moet niet voor jezelf gaan werken daar en denken van, ach, alles wat komt, ik stem maar voor, ik stem maar voor, ik stem maar voor. En uiteindelijk is je huis te koop en je stem ook voor om je huis te verkopen. Maar je gooit je eigen glazen stuk. Kijk dat Van Broek op onder. Die motie van de NDP, dat had ABOP moeten ondersteunen. En wat doet de VHP? Maar weet niet wat is gebeurd, hè? Dus die motivering om tegen te stemmen, heeft de VHP netjes op papier gezet en geschoven naar Edgar Sampi. Edgar Sampi zag het en die schreef het door naar mevrouw Miguela Huur. Daar zie je al die politieke, zeg maar, onvolwassen, heel politieke, zeg maar, niet ervaren genoeg om te zeggen, voor zover mag ik een schorsing. Je zou gelijk een schorsing moeten vragen en dan de zaak bespreken, welke standpunt gaan we innemen als ABOP. Ja, maar ga daar en lees om te motiveren dat je niet voor die motie gaat stemmen, om die en die motiverende reden, voorzitter, en nou woken. Al die mensen van Broek op Onder hebben gehoord. Ja, al die mensen van Broek op Onder hebben gehoord dat ABOP tegen heeft gestemd. Is een deuk voor de ABOP. Is een grote deuk voor de ABOP. Om de volgende dag, dan gaat de voorzitter daar, om Staatsoliepower Company, de schuld te geven van het is hun schuld. Dat is mosterd naar de maaltijd. Dat moest je in het huis van het volk hebben gedaan. Daar heb ik de voorzitter toen geadviseerd. Ga niet uit het parlement. Maar hij zei van ja, hij gaat geschiedenis schrijven en hij schrijft het ook al. Ja, hij schrijft geschiedenis. Dus nu ziet men van Belfort heeft altijd gelijk gehad. Je moet nagaan, alles wat ik heb gezegd en tot nu toe zeg, komt uit. Is uitgekomen en meer gaat uitkomen. Eigenlijk wil ik je zeggen, wat gaat gebeuren straks met de ABOP? De ABOP zal uit de coalitie, het zal pijnlijk zijn, maar je gaat zeggen, en dan kunnen ze zeggen, het gaat niet gebeuren. De VHP zal de ABOP uit de coalitie kikkeren. Echt waar. De ABOP zal uit de coalitie gekikkerd worden. Dan moet je niet denken dat er, ja, dan eindigt de coalitie daar niet. De president benoemt en hij ontslaat toch. Hij gaat andere mensen benoemen toch. Dan heeft hij toch de meerderheid daar. Hij gaat de meerderheid zoeken in het parlement bij de andere partijen. Want de ABOP schijnt dan nu, kun je zeggen, de ABOP is de partij die hindert, om het zo te zeggen. Dat is, ze kunnen dat zeggen toch. Dus, ja, maar goed, dus, hij kan natuurlijk dat doen. Maakt dus dat men bepaalde dingen doet. Maar niet dat het volk de VHP zal gaan geloven, niet. Maar de ABOP zal dus als dat zo ver komt, net als toen de NDP de PL uit de coalitie had gekikkerd, toch? Dan zal de ABOP verder heel snel achteruit gaan. Ja, maar dat betekent. Maar dat betekent de VHP heeft op dit moment 26 zetels. 20 toch?
Oh, sorry. Ik denk aan die zinnetjes van meneer Santokki van geef me 28 zetels dan enzovoort. Dus ze hebben 20 zetels. Maar dat betekent dat ze dan nog niet de meerderheid hebben, toch? Maar kijk, het is een dambord. Je moet het zien als dambord. Hè? Een dambord is veel dam. Wit en zwart. Ja. En de meester van het spel, die stoot voor je en je neemt steeds meer schijven op. Ja, maar hij speelt een set met u. Maar u weet het niet, uiteindelijk heeft hij nog een set en je denkt, ai, dan ga ik nu naar Dam en ik neem twee schijven, twee schijven van hem. En dan heel alle schijven van u heeft hij opgegeten. Want je hebt niet door dat er een set voor u had klaargelegd daar en je bent in die val gelopen. En dan heb je geen schijven meer en dan weet hij het snel. Begrijpt u? Dat gaat niet met ABAP gebeuren. Omdat, kijk, ik zie al wat gaat gebeuren. Ik heb het van een vroeg stadium gezien. Daar heb ik de ABAP-voorzitter erop voorbereid. Gewaarschuwd van, blijf in het parlement. Maar hij wou niet horen. Ja? Als de ABAP straks bedankt wordt. Ja? Alle ministers van de ABAP worden bedankt. Dan moet de president toch andere ministers. Ik kan een minister van de NDP nemen. Een van de BEP. Ja, maar meneer Brunswijk heeft gezegd, meneer Santokki in Brada, dus dan blijft meneer Brunswijk vice-president. Maar dat probeer ik uit te leggen toch. Hij, vice-president gaat hij blijven, maar niet enkele minister gaat daar meer toch. De president zegt, oké, elke maand beleg ik een regeringsvergadering. Elke maand iedere keer, niet enkele minister gaat naar de Sofirat Mastraat. Dan kan de VP daar blijven en voetballen daar in zijn ruimte toch. Ja, dan heeft de minister van Financiën, alle ministers zijn de land uitgestuurd. Dan blijft de vicepresident, ja, de zure vicepresident, maar kan niets doen. De facto bent u vastgezet, toch? Ja, want alle ABOP-ministers zijn weg. Ja. Gesteld aan de president, alle, ik weet niet, 4 of 5 of zijn, bedankt. Ja. En dan één BEP-minister, één NDP-minister en de rest andere mensen benoemd. Dan is het toch de meerderheid daar in het parlement, de NDP en de ABOP. De NDP en de BEP gaan toch meewerken? En de ABOP verloren toch? Dat zeg ik om zo te zeggen, maar ik had het niet willen zeggen. Nu is het bijna al rond. Nu is het bijna rond. En ze gaan me straks gelijk geven. Maar is door eigen stommiteit hoogwaanzin. Ja, hoogheid. Men denkt van, ay, mi dorokba. De ladder die mij naar boven heeft gebracht, althans de ladder waarop ik naar boven ben geklommen, ik stoot hem weg of ik vernietig hem nu eenmaal boven. Alles gaat goed zijn op die roof. En uiteindelijk is er brand uitgebroken op die roof. Wat ga je doen? Je gaat naar beneden springen en dan je benen breken. Het gaat met je gebeuren. Ja, maar goed, de vicepresident is de voorzitter van de ABOP. Hoe zou dat dan kunnen dat de ABOP eigenlijk uit de coalitie wordt geknikkerd en die vicepresident zou dan toch gewoon vicepresident blijven? Nee, omdat er geen... De vicepresident heeft voor 5 jaar gekozen, maar de ministers worden toch door de president benoemd en ontslagen. Ja, toch? Ja, maar goed, ik vraag me af of de man wel vicepresident kan blijven. Hij heeft 5 jaar gekozen. Hij houdt van die eer, toch? Dus hij blijft daar, maar is er ruimte en niemand komt daar. Ja. Dat gaat straks gebeuren. Ja, even iets anders in het kader van alle problemen die de laatste tijd zijn gebeurd. Er is een schandaal, een corruptieschandaal ontmanteld in de zin van dat er veel gronden zijn verdeeld. En in eerste instantie leek het alsof het alleen maar ABOP-mensen waren, misschien een Yogi erbij van de VHP, maar dat er voor de rest geen VHP'ers erbij betrokken zijn. We hebben de president daar niet over horen praten. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ik heb begrepen dat er ook genoeg VHP'ers zijn die ook een stukje grond cadeau gekregen hebben en met hun familie. Ja, ik hoor die dingen ook. En ik denk dat het laatste woord nog niet gevallen is. Er zullen veel meer dingen boven water komen. Dan ziet het volk hoe ze misleid wordt door deze
coalitie. De president vertelt, praat bescheiden de waarheid. Het volk zal alles zien. Want al die stichtingen, er zijn veel stichtingen, en NC, die staan voor opname van natuurlijke personen. En als je dus een KKF uittrekt wil halen, zie je wie de oprichters zijn van deze stichtingen en NC's. Dus, dan gaat u straks zien, mooie dingen gaat u zien. Anderen nemen op hun vrouw en hun persiële, anderen zetten hun kinderen, hun buitenvrouwen, al die dingen. Ja? Vrienden, friends and family, all friends and family, veel persiële. Anderen lopen met beschikkingen buiten om persiële te verkopen. Begrijpt u? Al die dingen staan nu, zeg maar, geopenbaard te worden. En dat zal niet lang duren. Ik heb geen belang, maar ik weet dat mensen dat deze uittreksel bij KKF zullen nemen. En dan is alles straks buiten. Ah, en dat, zover gaat het komen straks voor de ABOP. Ja, ja, ze willen niet horen, ze denken, ah, ze hebben de wijsheid in pacht en dan doen ze maar. Dan doen ze maar. Uiteindelijk gaan ze toch wel voor gelijk geven. Ik beschadig de ABOP niet. Zij beschadigen de ABOP. Ja, laat het volk dat duidelijk weten van. Belgen heeft altijd gewaarschuwd. Ik heb ze altijd gewaarschuwd. Maar ze willen niet horen. Ze dachten, ze zijn er al, ze hebben mijn adviezen niet meer nodig. Ik heb een brede visie op zaken. Ja, ik ben jurist, ik kan zaken inschatten. Maar jij die daar zit om beleid te maken, jij moet ook adviezen willen inwinnen bij mensen. Maar dat doe je niet. Je denkt, ah, je niet durkbaar. En dan gaan deze dingen gebeuren toch. Vooral jouw hebzuchtigheid gaat nu naar boven komen. Ja. Het volk ziet alles. Ja. In het kader van alle problemen die er de laatste tijd gebeurd zijn, de laatste dagen, is ook nog opgevallen dat er een probleem was tussen meneer Brunswijk en ook de heer Asabina. Oh, ik denk dat er een probleem was, hoor. Meneer Brunswijk heeft Asabina beschuldigd en Asabina is toch met feiten, anders ga ik je naar de groene tafel brengen. En terecht ook, ik kan niet zomaar mensen gaan beschuldigen zonder bewijzen te hebben. En Asabina dacht hem, heeft hem uitgedacht dat vandaag, vanmiddag of vanmorgen, om met bewijzen te komen, als hij dat niet doet, dan gaat meneer Asabina naar de groene tafel. En ik denk dat Asabina, de voorzitter van de BEP, een sterke case heeft. Waarom zegt u dat? Nou, wie stelt moet bewijzen toch, dat is in het rechte adagium, hè? Van, wie stelt, dan moet hij bewijzen. Maar wat had hij gesteld dan? En ik ervaar dat als maat en laster, dan ga ik correctie vragen via de groene tafel, de rechter. Ja, maar voor de mensen die niet weten, waar ging het over? Het ging erover dat ik dacht dat meneer Brunswijk zou hebben gezegd dat Asabina, de voorzitter van de BEP, de Scalians heeft geïntroduceerd in Brokkeponde en ook gelden ontvangt van die Scalianshouders, althans worden van gelijke strekking gehad. Dat dacht ik. En dat is niet zo goed overgekomen bij meneer Asabina. Die zegt, nee, dat is smart. En laster is niet waar. Kom met bewijzen. En meneer Brunswijk, ik zei, ik heb bewijzen. Nou, tot nu toe heb ik geen bewijzen gezien. Dus ik denk dat die bewijzen er niet zijn. Maar goed, ik volg de zaak. Ik ben geen belanghebbende. Maar dit is zeker iets van smart en laster. En dat voorzitter van de BEP... als hij de bewijzen niet kan overleggen tot vandaag, tot en met vandaag, dan gaat hij gerechtelijke stappen ondernemen. Ja, het is jammer dat men praat over scallions en dat betekent dat men allerlei bodemschatten daar weghaalt. Maar men praat niet over die hoge energieprijzen, brandstofprijzen bijvoorbeeld in Suriname, die dus echt de pan uit stijgen. Ja, dat ook. Dat is vooral het issue hier nu, want niemand komt meer uit met de energieprijzen. Gaan alle prijzen van goederen en diensten de lucht in. Ja. En de energieprijzen stijgen verder. De dollarkoers stijgt verder. Dus het is allemaal een chaos aan het worden hier. De loontrekkers voelen het het meest. Regeringsgezinden en loyalisten. Die souffleurs van ze, die voelen het niet. Ja. Maar moet die prijs nou zo hoog zijn in Suriname? Suriname die heeft toch ook olie? Ik bedoel, hoe kan het dat die prijs zo hoog is daar? Ja, hydro-energie is de goedkoopste energie. We hebben ook een
en stuur dan hier die hydro-energie op weg. En toen was er Sirauco die dus voor de alleenaardefabriek heel veel energie nodig had. Nu is die fabriek gesloten, energie is vrijgekomen en toch betalen we meer dan normaal. Dus er is iets behoorlijk mis met de berekeningen van de mensen. Het volk wordt gewoon uitgebuit, terwijl er mensen zijn, bedrijven zijn die geen energie betalen of heel weinig, ook geen belasting betalen. En dat alles wordt verzwegen voor het volk. Het volk stemt aan beterschap, maar wordt eigenlijk door de gekozenen verder uitgebuit. Dat is nu erg het geval. Overal zit die uitbuiting van het volk, terwijl het volk gestemd heeft. Er staan ook die 20 zetels heeft gegeven om dus, het volk zeg maar goed te bejegenen. En juist dat gebeurt niet. De ABOP heeft neergehaald en zegent zichzelf. De VHP en de ABOP, die zijn de grootste partij in deze coalitie. En alleen hun loyalisten, hun souffleurs, die hebben het goed. Maar het volk dat naar de stembus is gegaan, die klaagt in en been. Ja. Oké, het is bijna tijd. Is er nog iets wat ik niet gevraagd heb, wat dan deze week gebeurd is, wat u zou willen zeggen nu? Nou, ik denk dat we alles hebben gezegd, maar er gaat meer komen. Dat is slechts het begin. Dat van Sabaco-project is een tipje van de ijsberg. Straks gaan er meer ontwikkelingen plaatsvinden wanneer die eigenaren van die NV's, de natuurlijke personen, NV's en stichtingen bekend zijn. Dan gaat men zien wat er gaande is in Suriname. Ik heb ze gewaarschuwd in mijn programma van stop ermee. Kennelijk de minister zelf van GBB, mevrouw Dinuta Voorswijk, toen ze voornemens was om voor het ministerambt te gaan, ben ik bij haar gegaan. Al gevraagd, van advies gediend en gezegd, Dinuta, ik hoor je gaat minister worden. Ik verzoek je, ga niet, blijf hier in het parlement. Hier kan niets met je gebeuren, niemand kan je wat doen, blijf hier. GBB, geen enkele minister heeft daar een goede naam gehad. Eenmaal heeft het volgen vanwege chantage van zijn partij. De rest is vroegtijdig bedankt. Die nota, ik verzoek je, ga niet, blijf hier. Ze zei me doodleef, nee, ik was geen minister. Ik heb weer gezegd, ik heb die informatie hard. En ze heeft me andere dingen gezegd, enkele dagen daarna. Is de eet afgelegd en kijk nu wat gebeurt. Ze zitten niet eens 2 jaar, niet eens een jaar zit ze aan. En deze dingen gebeuren er. Dus uiteindelijk zijn strafbare handelingen daar gepleegd. Als we kijken naar decreet uitgifte domeingrond, artikel 1 algemene bepaling, artikel 1 lid 5, dan zien we dat één persoon niet meer dat één stuk domeingrond mag krijgen. Dat is één van die dingen. En juist daar begint het al, slechts bij artikel 1 al. En straks is anticorruptiewet daar om de hoek, want ik hoor mensen verkopen gronden, domeingronden op Sabaco-project, terwijl die gronden gewoon gratis verkregen zijn voor €60 per vierkante meter, een terrein van zoveel vierkante meter, bijna 31.000 zoveel euro wordt verkocht. En men loopt met beschikkingen buiten om die gronden te verkopen. Een verkavelaar, een vastgoedbedrijf, stel die gronden ook te koop. Dus het gaat straks een heel groot onderzoek doen ontstaan, waarbij ik vrees dat de minister haar kop zal rollen. En als men de minister beschermt, dan gaat ze een grote smet hebben op haar naam. Dus er zijn meer dingen die gebeuren. Maar goed, ik ben niet in die kringen, ik zie die dingen. Zelfs zover is het gekomen dat ik zelf in het parlement bepaalde handelingen heb gezien daarvan. Bepaalde parlementariërs met stukken bestemd voor het domein. Heb ik zelf gewaarschuwd van, collega, alsjeblieft, doe deze dingen niet hier, je gaat in problemen komen. Ik zeg, ik geef je vrijblijvend advies, ik zit al een tijdje hier in dit huis. Ja, doe het alsjeblieft niet, wees voorzichtig, collega. En wat schet mijn verbazing? Die naam van die persoon is ook op die lijst. Dus dat is gewoon doorgegaan. Dus ik geef goede adviezen hoor, daar niet van. Ik ben niet harddragend. Ik geef adviezen naar de voorzitter, naar de ABOP, naar mensen, naar de president.
Maar men volgt mijn acties niet op, vandaar dat de situatie zo erg is gekomen. Maar goed, het volk is moe van ze. Het volk kijkt nu uit naar de nieuwe beweging die moet komen. Dus ik denk dat men bezig is. De mensen van de nieuwe beweging zijn bezig. Ik dacht dat de woordvoerder door uw medium is geïnteren. Ja, we hebben afgelopen week met hem gesproken. En we gaan dus binnenkort ook weer praten met hem over die nieuwe beweging. Dus je ziet dat ik niet gelogen heb, de nieuwe beweging. Die men formaliseert zaken om straks als alternatief voor het volk te dienen. Want deze mensen zijn al afgewezen door het volk. Ja. De NDP idem. Dus men kijkt gewoon naar een alternatief met jonge, integere mensen die geen vlekken hebben op hun naam, die niet gezocht worden wereldwijd. Dan denk ik dat het volk een keus moet maken van kappen met oude politiek en doorgaan met een nieuw politiek om Suriname na 47 jaar op spoor te zetten. Ik denk dat het volk daarvoor gaat kiezen. Meneer Belfort, ik wil u hartelijk danken voor het feit dat u op deze vroege woensdagochtend toch uw mening gegeven hebt over de ontwikkelingen van de laatste week. En ik wil u heel hartelijk dank zeggen en tot de volgende keer. Ja, ook dank de gelegenheid geboden en tot best. Ja hoor, dank u wel. Ja.